Wauw, soms heb ik een verhaal verteld en dan weet ik gewoon niet meer wat ik heb gezegd tegen jullie allemaal. Please, kijk, Dragon Ball Z. Nee, maar het is hele stevige stof. Dit is echt mijn zwakte. Hallo, hallo. Het is vandaag zaterdag en welkom bij een nieuwe vlog. We hebben niks op de planning staan vandaag. Het wordt waarschijnlijk echt gewoon een lekker thuisdagje. Ik heb een pakketje van Monki binnengekregen met wat kleding die ik moet passen. Ik krijg af en toe wat dingen toegestuurd van dat merk. Dus dat zal ik jullie straks even laten zien. Voor de rest wordt het echt een chill dagje, denk ik. Mert was in de tuin wat onkruid aan het weghalen en toen vond hij klaver. Dat zit door onze hele tuin verspreid. Maar deze klaver, ja, ik heb hem net geplant, dus ik kan het niet laten zien. Maar hij had zo'n enorme wortel toen hij hem eruit trok. Dus ik dacht, ik ga gewoon voor de grap, ga ik hem eens in een kweekpotje stoppen. Kijken of het verder gaat groeien. Want ik vind klaver namelijk best wel een leuk plantje. Deze zijn nu heel klein en een beetje zanderig. Maar ik ben gewoon vooral heel erg benieuwd of het verder gaat groeien. Dus ik zal jullie op de hoogte houden. Het is misschien een beetje weird om onkruid uit je tuin in een potje te zetten, maar ik ben gewoon heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Alright, ik zei net tegen jullie dat ik wat dingen van Monki had en ik heb ze even aangetrokken voor jullie. Deze trui is niet van Monki. Daar wordt ontzettend veel om gevraagd elke keer als ik hem aan heb. Hij is van The Wrecked Priest, maar ik heb hem denk ik 2 jaar geleden gekocht, dus ik ben bang dat hij niet meer verkrijgbaar is. Maar deze jas. Het is wel eigenlijk een soort van lentejas. Dit is het eerste wat ik heb van Monki. Het is eigenlijk een bijna soort van een lange blazer, want je kan hem zo dicht doen en dan is het een beetje zo'n model als een blazer. Dus dat is hem. Ik zal linkjes naar de producten in de beschrijving zetten. En dan heb ik nieuwe schoenen aan mijn voeten. Ik vind ze echt super leuk. De kleur van mijn sokken matcht er niet helemaal bij, maar het zijn wel echt hele leuke schoenen. Ze zijn beige en wit. Ik kies heel vaak voor hele felle kleuren met sneakers en toen dacht ik dit keer van nou, laat ik voor iets neutralers gaan. En dat is eigenlijk wel heel leuk. Zeker ook bij zo'n outfit vind ik het wel heel nice als die sneakers dan een beetje clean zijn als het ware. Dus ja, that's it. Ik heb ook nog een jurkje en nog een plantenpot. Die zal ik jullie nog even laten zien, maar nu niet, want we gaan even langs de moeder van Mert. Het is zondag en zondag begint altijd met Animal Crossing. Niet dat andere dagen niet beginnen met Animal Crossing, maar zondag in het speciaal. Want op zondag kan je knollen kopen. Oftewel turnips en daar kan je redelijk miljonair mee worden. Dus belangrijk dat ik even aankopen doe. Mocht je trouwens benieuwd zijn naar hoe het gaat met mijn spel en hoe ver ik ben. Ik geef af en toe op mijn gamekanaal een soort van update. Dus daar kan je even op zoek gaan naar een Animal Crossing video of ik link hem eventjes hier. Dan zie je hoe mijn eiland er nu uitziet. Er is heel veel veranderd de afgelopen dagen, dus ik doe waarschijnlijk binnenkort weer een update. En als je het niet interessant vindt, zal ik nu stoppen met praten. Ik ga deze heerlijke cashew yoghurt eten die ik kocht bij Markt. We hadden dus vorige week van die aardbeien gekocht langs de weg. Nou, die waren binnen een dag op. Die waren zo lekker. Ik moet de hele tijd aan die aardbeien denken. Misschien ga ik ze wel nog een keertje halen, want ze waren zo lekker. Vond jij ze ook lekker? Dit is mijn brunch, want het is inmiddels al 12 uur. De cashew yoghurt met muesli eroverheen en abrikozen. En 2 crackertjes. Helemaal zin in. Ramsey vindt het dus altijd leuk om in onze palletbank te kruipen. Hi. Je wordt helemaal smerig, sukkel. Ik zit nog steeds in mijn pyjama. Het is inmiddels 6 uur. Ik ben echt de hele dag niks aan het doen. Behalve Instagrammen, YouTube-video's kijken, Animal Crossing spelen. En dat is eigenlijk best oké. Ik heb het erg naar mijn zin vandaag. Ik wil eigenlijk een film kijken. Mert, wil je vanavond een film kijken? Een film? Ja, wil je een Studio Ghibli film kijken? Een studio wat? Dragon Ball Z. Spirited Away wil ik kijken. Dragon Ball Z. Nee, ik wil Spirited Away kijken. Please, Dragon Ball Z. Nee. Please. Nee. Please, Dragon Ball Z. Dat is geen film. Great Gatsby. Totaal iets anders. Ramsey zit in het weiland met een vriendje uit de buurt. Ik weet nog niet helemaal of het vriendschappelijk is. Maar ze zitten zeer kalm naast elkaar. Het is wel een kat waar hij ook wel soms ruzie mee heeft. Hij is echt ver weg in het weiland. Kijk nou, ik zit helemaal hier. Hij is gewoon echt wel een grote kater geworden. Ramsey gaat er vandoor. Ramsey is er klaar mee. De staarwedstrijd is gewonnen door de rode kat. Hallo, ruziezoeker. Het is 12 uur 's nachts. We hebben geen film gekeken. We hebben uiteindelijk weer gegamed.
Ik heb de hele avond Animal Crossing gespeeld. We hebben sushi gegeten. Dat was echt lang geleden. En nu gaan we slapen. Dit was echt een niets nutte dag. Maar wel heel lekker. Hallo, het is vandaag maandag en het is zo lekker weer. Ik heb dus voor de verandering een keertje gedoucht. En mezelf klaargemaakt voordat ik ga ontbijten. En dat is echt heel erg ongewoon voor mij. Ik heb het gevoel dat iedereen daar een beetje een andere volgorde in heeft. Laat me weten, ontbijt je in je pyjama? Of ontbijt je pas als je je hebt klaargemaakt voor de dag? Normaal is dat andersom bij mij. Dan ga ik echt gewoon in mijn pyjama mijn ontbijt eten. Maar vandaag dacht ik, nee, ik doe het eens een keer anders. Dus ik heb gedoucht, ik heb me opgemaakt, ik heb een shirt aan. En nu ga ik ontbijt maken. Ik ga havermout maken, daar heb ik erg veel zin in. Gelukkig hebben we nog wat bananen in huis. En ik ga het lekker in de tuin opeten, want zoals ik al zei, het is echt super lekker weer. Ik zit alweer aan mijn lunch. Ik had van 2 dagen terug nog een beetje linzensoep over en gekookte aubergine. Dus ik heb dat nu samen gegooid. Ik hou er echt zo van om dingen van vorige avonden te eten als lunch of als ontbijt. Ik ben er echt gek op. Ik heb echt een trek vandaag. Ik kan niet stoppen, dus ik ga ook nog wat crackers eten. Kopje koffie. Onze crackers zitten ook in een koffiebak. Over koffie gesproken trouwens. Jullie weten dat ik een koffieliefhebber ben, maar ik ben niet echt een soort van snob als het gaat om welke koffie ik drink. Het enige wat ik echt niet kan drinken is Senseo. Maar meestal drink ik dus oploskoffie. En het is niet alsof ik dat per se de lekkerste koffie vind, want ik heb ook gemalen koffie in huis. En dat vind ik veel lekkerder, maar het is gewoon iets meer werk om te zetten. En wij hebben geen koffieapparaat. Dus ik heb bijvoorbeeld een paar van die kleine losse filtertjes waarmee ik dan die filterkoffie kan zetten. Wij hebben wel een Dolce Gusto apparaat waarin je van die grote cups doet. Maar die vind ik weer heel duur. En ik vind eerlijk gezegd de zwarte koffie van Dolce Gusto ook niet zo heel lekker. En ik wil er naar kijken om alleen nog maar Fairtrade koffie te gaan drinken. Dus ik heb bijvoorbeeld 1 merk in huis. Dat is dit. Dit is Wakuli koffie. Dit is Fairtrade. Ik hoorde ook van mijn zus dat ze bezig zijn met de verpakkingen helemaal plastic vrij krijgen. We hebben een Dolce Gusto apparaat. Dus ik vind het heel erg zonde om dan nog een los koffiezetapparaat erbij te kopen. Maar ik was er al een paar keer op geattendeerd dat ze bij de HEMA van die herbruikbare koffiecups hebben. Dus die kan je dan vullen met je eigen gemalen koffie. En dan dus in dat Dolce Gusto apparaat doen. En ik heb er wel eens eerder naar gekeken, maar ik weet niet waarom ik het toen niet heb gekocht. Ik ga het nu, nou niet nu, want ik ben nu nog aan het lunchen. Maar als ik straks weer achter mijn pc zit, ga ik ze direct bestellen als ik ze kan vinden. Ik ben gewoon een beetje klaar met die oploskoffie. Ik doe het echt uit gemakzuchtigheid. En dan drink ik weer eens een keertje dit soort koffie. En dan denk ik, ach, wat een lekkernij. En ik drink mijn koffie altijd zwart. Dus je proeft ook de pure smaak van die koffie. En dat zeg ik terwijl ik ga beginnen aan mijn kopje oploskoffie. Ik wil trouwens nog wel die Dalgona koffie maken die iedereen maakte de afgelopen tijd. Van die TikTok koffie die opeens overal voorbij kwam. Waarbij je dus de koffie... Oh, je moet het wel met suiker mengen. Moet het per se met suiker? Aangezien ik nu geen suiker eet, wil ik dat eigenlijk niet. Ik ga even opzoeken. Misschien kan het wel zonder suiker. En anders dan probeer ik gewoon een heel klein beetje. Want daar ben ik nog wel heel benieuwd naar wat ik ervan vind. Wauw, soms heb ik een verhaal verteld en dan weet ik gewoon niet meer wat ik heb gezegd tegen jullie allemaal. Ik ben 5 minuten aan het filmen. Ging dit allemaal over de koffie? Jeetje mineetje. Ik ga lekker wat crackertjes maken. Ik doe er deze boter op. Vegan kaasje. Een plakje vegan salami. En een plakje gerookte tofu. Mijn lover. Och, dit is echt mijn zwakte. Gerookte tofu. Heerlijk. Dit is van het merk Typhoon. Het is biologisch en de soja komt uit Europa. Dat staat erop en dat vind ik een heel fijn idee. Er wordt natuurlijk heel veel oerwoud gekapt voor soja. Nou is het wel zo dat eigenlijk het grootste gedeelte van de soja die wordt gebruikt door ons mensen in de wereld gaat naar veevoer. Ik eet natuurlijk geen dieren, dus aan het feit dat daar oerwoud voor wordt gekapt heb ik niet echt schuld, om het zo maar even te noemen. Maar ik vind het alsnog belangrijk om daar naar te kijken, want niet alle soja in vleesvervangers komt uit Europa. Maar het is natuurlijk wel veel beter om die soja uit Europa te halen, want dan heb je dus niet te maken met dat er oerwouden worden gekapt, het een enorme lange reis moet afleggen. Als ik het goed heb, gebruikt Alpro bijvoorbeeld ook alleen maar soja uit Europa. Oh, en Canada trouwens. Anyway, ik vind het leuk
leuk om even erbij te noemen. Misschien weet je er niet vanaf. Er kwam een tijd geleden heel veel in het nieuws over soja. En ik ben aan het proberen om te minderen. Ook omdat ik denk dat het goed is voor een wat gevarieerder eetpatroon. Om niet maar elke maaltijd aan te vullen met een vleesvervanger. En als ik het dan eet, dan probeer ik dus de biologische variant te eten die uit Europa komt. Ik denk dat dat gewoon een betere optie is. Maar ik kan me ook voorstellen dat je nu zit te luisteren en dat je denkt van, oh god, het is zo complex. Als je vegetarisch of veganistisch eet, is het toch wel heel erg goed. En dat is natuurlijk ook wel zo op het gebied van milieu. Maar het kan blijkbaar altijd beter. En ik vind het gewoon leuk om me daarin te verdiepen. Dus vandaar. Maar mocht je nu denken van, oh god, ik ga nooit meer sojamelk drinken in mijn koffie. Je kan beter een sojamelk drinken in je koffie dan een hamburger bij je avondeten. Als het gaat puur om milieu. Want voor die hamburger is dus veel meer soja nodig, omdat dat in het veevoer zit, dan voor dat ene scheutje sojamelk in je koffie. Ik heb zojuist 5 minuten gepraat over koffie en 4 over soja. Het is wel weer genoeg voor vandaag. Deze plant is echt wel uit deze pot aan het groeien. Ik ben even de naam kwijt. Volgens mij is het een epipremnum, een neon epipremnum. Ondanks dat de pot niet zo heel erg vol zit eigenlijk, ga ik hem toch naar een andere verplaatsen. Het is natuurlijk meer een hangplant, dus hij groeit meer naar beneden. Maar ik denk dat het hem toch goed doet als hij iets meer ruimte heeft. Dus ik ga eens eventjes een potje pakken voor deze plant. Ik wil dus eigenlijk heel graag hier buiten, waarschijnlijk tegen deze muur, wil ik een kastje met dan daaronder een kist waar ook dan de potgrond in zit. Dat ik gewoon heel makkelijk met mijn planten bezig kan zijn. Want nu zit ik eigenlijk gewoon op de grond altijd. En ben ik overal aarde aan het morsen. Wauw, kijk eens aan. Hij is zo mooi. Ja, die pot lijkt nu weer een beetje groot natuurlijk vergeleken met de plant, maar hij groeit zo snel. Ik zal even opzoeken wanneer ik deze heb gekregen, want ik kreeg deze namelijk als stekje. Dus hij is volgens mij in minder dan een jaar is die echt enorm gegroeid. Ik liet net de wortels aan jullie zien. Nou, die wortels die waren echt insane. Even ter vergelijking, dit was in juni vorig jaar. Toen heb ik hem dus geplant, was die zo groot. Dus hij is echt flink gegroeid. Kijk hem gaan joh, en hier komt weer een nieuwe. Aan deze kant. Het is wel een beetje een gemiste kans dat ik hem nu in dat witte potje heb gezet. Want dat is gewoon een potje wat ik nog had van, volgens mij, van IKEA. Maar ik heb dus hier gewoon een nieuwe pot liggen. Maar ja, met de snelheid waarin die groeit zou die misschien te klein zijn geweest. Maar kijk, ik heb deze pot. Die zat ook nog bij de dingen die ik van Monkey had gekregen. En trouwens ook nog een jurkje. Ik zal het gelijk even aantrekken, dan kunnen jullie dat zien. Maar deze pot is ook van Monkey. Zo leuk. Ik ga hem gelijk even op het kantoor zetten, dan vergeet ik hem niet. En het andere wat ik vast heb, dat is het jurkje. Dit is de jurk van Monkey. Die ook nog bij de bestelling zat. Ik ben hier zo blij mee. Oh my god, dit stuk plastic ligt hier nu al zo lang op de grond. Dat maakt me echt helemaal gek. Ik heb hem weggehaald. Ik ben zo blij met dit jurkje, want zoals jullie waarschijnlijk wel weten, ik draag bijna nooit jurken. Ik voel me er niet zo heel comfortabel in. Ondanks dat ik ze lekker vind zitten, voelt het gewoon bijna nooit als mij, als het ware. Maar toen zag ik deze jurk bij Monkey. En het is echt best wel een grote jurk. Ik zou er ook nog bijvoorbeeld een riem omheen kunnen dragen. Maar het is hele stevige stof. Het lijkt wel een soort van hele super lichte spijkerstof. In zo'n vale zwarte kleur. Het is gewoon een hele chille lengte. Echt zo net boven de knie. Het voelt net alsof ik een soort van nachtjapon aan heb. Maar dan gewoon acceptabel om mee naar buiten te gaan. Ik kan hem ook nog helemaal tot boven dicht doen. Maar ik vind het wel leuk als je een beetje ziet. Helemaal blij mee. En wederom, linkjes staan in de beschrijving. Ik denk dat ik toch wel mijn t-shirt weer ga aantrekken. Want het is in deze kamer heel warm. Trouwens, ik zie dit pak nu hier liggen. En ik had het hier natuurlijk in de vorige vlog over. Update hierover. Ik ga hem niet houden, want ik zag mezelf terug in de beelden en dacht meteen van ja, weet je, ik vind het een hartstikke leuk pak, maar heel realistisch gezien, ik ga dit gewoon niet vaak genoeg dragen om het echt aan te schaffen. Ik vind dat gewoon zonde, dus ik ga deze terugsturen. Thanks voor jullie complimentjes, though. Ik bedoel, er waren veel mensen die zeiden dat het heel leuk stond, maar ik vind het ook leuk, maar gewoon niet leuk genoeg. Wow, ik weet niet of je het nog ziet. Nee, het is al weg. Ik wilde mijn kippenvel vastleggen. Ik zit het Lover concert in Parijs van Taylor Swift te kijken. Het concert wat vandaag, of deze week in ieder geval, live is gekomen op, wat is het, Disney Plus. Zo mooi, zo mooi. En ze begint met de eerste zin van een liedje genaamd Archer. Ik heb gewoon kippenvel over mijn hele lichaam. Ik ga met zoveel plezier dit concert kijken. Ik dacht ik ga tegelijkertijd Animal Crossing spelen. Maar ik denk dat ik gewoon wil kijken. Gewoon de volle 35 minuten lang. Naar hoe ze dat staat op te treden. Want ik vind Taylor zo'n bizar goede artiest. Echt petje af voor alles wat ze doet. Ik ben deze vlog aan het editen. En ik kom erachter dat ik hem niet afgesloten heb. Excuses. Maar dan doe ik het nu. Dankjewel voor het kijken. Hopelijk tot de volgende. Ik upload elke woensdag en zondag. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan vooral. En heb een hele mooie dag.
Bye!